Hallo allemaal, ik ben Rick en welkom weer bij een nieuwe Minecraft aflevering. De vorige keer hadden we een livestream gedaan, rond dezelfde tijd weer rond 7 uur. En toen hebben we een paar reacties achtergelaten van wat er allemaal eigenlijk moet komen. We waren ook nog bezig met de box van Henja, die wil ik even af gaan maken in deze aflevering. En verder de ideeën van de lijst een beetje afwerken. Ik zag dat de livestream relatief goed had ontvangen. Dus als je dat een leuke livestream vond en vaker live dingen wilt zien, dan wissel ik het een beetje af met gewoon een videootje af en toe. En af en toe even een livestreampje. Ik kan er wel een beetje een soort lijst van maken. Maar als ik kan herinneren, hebben we toen Verona hier al gemaakt. Met een wat lager. Met een grote V bovenop. Bella had in het raam. Dus zou Henja eigenlijk hierin. De grote H moeten komen van Henja. Dat vond ik wel een leuke als ik heel eerlijk ben. Dus dat moet wel met. Anders wordt hout. Dat is wel mooier. En dan maken we een grote H. Oh. Hier zo in het midden. Ik denk dat het best is als we die zo twee dik maken. Oh, ik plaats echt alles mis. En dan doen we hier in het midden eentje. Dit wordt een hele grote, want Henja is een vrij grote ponert. Dus Henja krijgt een hele grote box. Zie je? Hele grote H. Heb je Verona en dan heb je Henja. Hallo. Ik ben Henja. Dus dit wordt heel hoog. Ik had het nog eens bedacht, maar ik vind het wel leuk eigenlijk dat je van die hoogteverschillen hebt. Van klein, middel, groot. Heel groot. Zo, een randje hier. Je kan ook een kleine H maken, maar als je dat in de reacties achterlaat of je nou een grote H wilt of een kleine H, kan ik het altijd nog aanpassen. Net als elk andere box moet er weer dit komen. En hoi aan de onderkant. En dan kunnen we daarna beginnen aan de lijst met ideeën. Zoals een kantine, zoals een strandhoek. Mocht je nou ook leuke ideeën hebben, kom dan vooral langs in de livestream even in de reacties. Ik kijk vooral van in de livestream, dan voeg ik af en toe een paar ideeën toe. En als dingen zijn afgerond, dan plaats ik ze naar een ander bord. Zodat je idee eigenlijk altijd wel blijft staan. En dat je altijd een reactie achter kan laten bij de livestream als je dat wilt. De reden dat ik ook af en toe een videootje tussendoor doe. Is om eigenlijk een beetje dingen goed af te werken. En dan de andere livestream gebruiken om echt ideeën op te doen. En kleine dingen aan te passen zoals jullie dat willen. Ik denk dat leek mij wel een goed idee. Dus we beginnen eerst met het. Kunnen ze het kroonluchter wel in een juist box hangen? Dat is wel leuk. Als je weet wat een kroonluchter is, dat is zo'n grote lamp met zo'n ding naar beneden. Verder hebben we nog aan de onderkant hebben we nog wat hooi nodig. Net als in elk andere box die we ook de vorige keer hebben gedaan. Dit moet even teruggeplaatst worden. Het moet wel een beetje als op elkaar lijken. Ja. Oké, dus de ondergrond is alweer een beetje weg. En als het een kwestie... Wel nog even wat hooi plaatsen. Ik weet dat er wat anders altijd onder moet. Heb ik de vorige keer ook meegekregen. Alleen, dat heb je niet in Minecraft. Dus we moeten het hier maar even weer mee doen. Kijk. Ja, dit begint al zo mooi zo, hè. Omdat Henja moet wel hetzelfde hoekje krijgen. Net als... Je ziet nog steeds dat het een H is, toch? Ja. Vliegen we even Bella's box in, die opeens spontaan gegroeid is. Dit is ook Bella te zijn, oké. Okay. Moet even creatief denken. Het water komt hier. Dus we moeten dit weg, dit weg, dit weg, dit weg. Dit en dit. Volgens mij plaats ik heel veel verkeerd, maar hé. Water, jee. Yeah. Kan ik dan ook water zo selecteren of niet? Nee. Helaas. Dus we moeten even een emmer pakken. En dan kunnen we zo het water erin. Ik zat te denken om bij Henja een ander soort dak te doen. Want daar hebben we nu twee glazen. En bij Henja dan niet. Waarom niet? Dat weet ik nog niet. Die moet wel wat anders krijgen. Een dak. Een magma blok. Vliegt alles in de fik. Dat is wel mooi.
gaaf. Wat voor blok? Je hebt echt een heel veel soorten blok heb je al. We doen een meloenendak. We doen weer een meloenendak. Want ik weet niet waarom. Ik weet niet, ik hou wel van meloenen. En hen jou ook. Oké. Ja, dit begint al mooi te worden. Een meloenendak. Jeetje, wat zijn we creatief vandaag. Oké. Shaboom. Nu hebben we even een kroonluchter plaatsen. Dus hebben we deze nodig en die. En die plaatsen we dan daar. Van best wel een groot blok. Zo. Nu lijkt het net op een vliegtuig. Kijk, we hebben een vliegtuiglamp. Hadden we nou ook licht in Verona? Ja, die hadden we. We hebben drie verschillende dingen. Dat vind ik wel mooi zo. Oké, alleen nog de hekjes plaatsen. Ja joh, doen we een andere kleur. Maar die hekjes zijn ook anders, dus we moeten ook zo plaatsen. Ja, sommige dingen moeten wel hetzelfde blijven, hè. Oké, moeten we alleen nog een zandpad maken. Dat we ook naar dat hok toe kunnen lopen. In ieder geval volgens het pad. Ja. En dan is de kwestie van de zandblok even plaatsen. En laten vallen. Ja. Oké, we hebben nu Bella. Verona. Hebben we ook al een Henja? Dat vind ik ook wel een Henja. Ik weet niet wie dat moet voorstellen. Er zijn in ieder geval veel schapen. Ik vind dit wel een Henja. Henja heeft een baby. Ja, het lijkt er niet heel erg op. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Rope. Nee, hoe heet dat nou? Lead. Ja, hier. Oké, waar is Henja? There she is. Kijk, kom maar mee, Henja. Hallo. En wie denk jij niet wel je hier bent? Kan ik... ja. Henja heeft een kameraadje. Een skelet. En we hebben de andere twee het. Die hebben geen kameraadje. Henja heeft wel een kameraadje. Oké, dan kopiëren we het bord even. Doen we hier. Henja. Streepje. Hart. Wacht. Hart voor paarden. Dan. Tadaa. We hebben Bella, Verona. We hebben alleen nog een name tag. Dus het wordt een naambordje. Met Henja erop. Verona. Nee. Henja. Shaboom. En dan gaan we heel cool naartoe vliegen. En dit noemen we... Dit is ook Henja. De skeletten aan Henja. Wauw. Is dit niet mooi? Ik vind het al prachtig. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Volgende week weer een livestream. En dan gaan we weer even kijken naar deze mooie bordjes. En dan gaan we dingen verder doen. En commentaar krijgen op mijn meloenendak. Vergeet niet een blauw duimpje achter te laten omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik zie jullie de volgende keer weer.